Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk de allereerste aflevering van de Call of Duty World War 2 campaign. Zoals jullie weten ben ik natuurlijk echt al jaren, maar ook echt jarenlang een fan van Call of Duty. En ik heb elke singleplayer tot op nu gespeeld. Maar ik moet je zeggen, van deze singleplayer verwacht ik toch wel echt gewoon het meeste. Omdat het natuurlijk ook te maken heeft met de Tweede Wereldoorlog. Elke dag zal ik een missie voor jullie gaan uploaden. Dus hou sowieso natuurlijk mijn kanaal in de gaten. Als je hem met mij wil gaan volgen. We gaan er gewoon helemaal uitspelen. We gaan kijken wat er eigenlijk ook allemaal in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. En zonder al te veel te gaan lopen praten zeg ik ram die like erop als je hier zin in hebt. Ik heb er sowieso heel veel zin in. En dan gaan we naar onze allereerste missie. So he asked me for my watch, and I'm thinking, what the hell do you want my watch for? You're the captain of the goddamn football team. But I made some good buddies in basic, and they're all on the boat with me. Everybody's scared as hell, but nobody's letting on. I hated Zussman the first week of basic, but now he's probably the best friend I have in the world. He's always looking for trouble. If there wasn't already a war on, he'd be off trying to start one. Besides, I gotta keep all my fingers. I'm gonna take photo of the year. Styles says he's gonna be a photographer for Life magazine. Kind of looks like Clark Kent said when he takes off his glasses, the only thing that happens is he can't see shit. Now, Elo's the vet, but being honest, he's what Ma would call a bit of a rube. Okay, let's make this more interesting. St. Michael, patron saint of soldiers. He's had my back since Kasserine. So it's been 3 times in 10 seconds, and he's all yours. I don't know. Oh, you could always puss out. My money's on Zussman. Okay. I'm in. I can't watch. Just time me when I tell you. Back to my story. Me and my boys, we muscle our way into this poker game the football team has going. We worked out a system where they can signal to me everybody's hands. You should have seen the QB's face when I took that pot. You ready? Mm-hmm. That's what happens when you try to hustle a hustler. Now. You get flushed. No freak. ILO had enough fight in him for 2 men. Ma said never shake hands with a Jew. That's not what she said last night. And enough bigotry for 6. Man, who needs a stupid pendant anyway? Apparently you did. Yeah. I'm gonna give me something better. A real trophy, you'll see. Good luck with that. Oh! Briefing said 1800. We're gonna be late. I got us covered, Daniels. Don't worry about it. Briefing's about to start. What the hell are you boys doing? Then there's Sergeant Pearson, a real sweetheart. Well, you think you're special, huh? The Krauts are gonna eat your lunch. No, not our lunch, Sergeant. Our lunch is secure. Watch your lips, Zussman. On me. Since I'm obviously on a lucky streak, whatever happens, stay close. First Normandy, then the Rhine. We got this, Daniels. Today, with our allies, we embark on an operation of unparalleled importance to establish a beachhead at Normandy and roll back the German aggression that has terrorized Europe for the past 5 years. We are all that separates the world from darkness. This, so much more than a chance to be heroes in our own lifetimes. If we prevail, our triumph will be etched into the hearts and minds of a grateful world for untold generations. I'm talking about glory, gentlemen. True glory. Colonel Davis sure can give a nice speech. His pep talk reminded me of the one Coach Johnson gave us on our Thanksgiving Day game versus Austin. I'm sure you remember we lost that game by 42 points. Always looking over Pearson's shoulders, Lieutenant Turner. He's got him on a tight leash. But if Pearson breaks free, we'll all get bit. Ever since I could hold a rifle, I wanted to be like you, Paul. You've always been a tough act to follow. But I'm damn sure gonna try. Thank you.
It's now or never. Hey, I wish I was coming home to her. Yeah, just wait till we hit Paris. Seems like a long way off. Remember, no digging in at the shore. Gotta advance. You need to stay low and do not bunch up. Stick to your training, you're gonna make it through. I'm proud to lead you fellas into battle. Anytime, anywhere. Alright jongens, dan gaan we D-Day. 6 juni 1944. You're supposed to be flattened, right? Sounds scared, Private. No, sir. You should be. We gaan het strand bestormen natuurlijk met al die bootjes. En dan breekt de hel los. Got a light? Sure thing. Uh-oh. Everybody down! Daar gaan we. Moet je nagaan. Dit is best nog wel realistisch natuurlijk. Dat ze ook zulke dingen gewoon hebben meegemaakt. Yo, ik ben naar beneden. Woi, yo, woi, yo, yo. Het ergste is dat je ook niks terug kan doen. No, we stay on mission. You're taking us in. We want some dressing. I can't see the landmark. You heard the lieutenant. Full speed. Incoming! Yo. Jeez. Hold tight. God damn it. 200 yards. We zijn er bijna toch, 200 yards. 20 seconds. 20 seconden. En dan zijn we er. Get to the seawall. Corporal James, get the Bangalore to the wire. Fast. Everybody ready? Yes. Here we go. Drop the ramp. There's no cover. That was an order, goddammit. Drop it. Oh. Yo. Get your head down and keep moving. Yo, ik volg jou, bro. Daniel, on me. Ik volg gewoon die gast die hier voor me loopt, maar we moeten wel echt oppassen. Liggen. Take the Bangalore and get to the seawall. We have a clear path to the bunker. Daniel. Yo. This is what you train for! Now pick up that banger! Oké. Oh, die ligt ook echt onder een lichaam gewoon. You can do this! Yes, sir! Sowieso, bro! Hij gaat er ook op af voor. Dan moeten wij het ook doen. Jesus. Dan moeten we dat strand bestormen gewoon. Oké, daar gaan we. Oh, yo. Liggen. Zit hier allemaal achter te schuilen, maar we moeten op een gegeven moment wel verder. Daarheen, oké, kom achter je aan. Okay, we moeten nog verder. Rennen. Achter de auto. Heel veel wachten. Ik ga zo meteen rennen. Ik doe het. Rennen. Woi, yo. Yo, ik ben er bijna. We moeten dat wapen daar op zien te krijgen. Use the banger, I'll cover you. After we breach, keep pushing towards the bunker. Yo. We're almost there. Yo, dat was dat ding, joh. Maar bro, die hele bunker is nog niet uitgeschakeld. Rennen! Liggen. Kijk, we zitten nu in de... we zitten nu in de loopgraaf van de Duitsers. Maar nu moeten we nog verder... Nu moeten we nog verder zien te komen.
doing looks bad. Here, take this. Heb je mij? Oh, thanks. Dankjewel. Je ziet links onderin onze helft staan, dus we moeten het natuurlijk eventjes zien goed te krijgen. Ik heb al een Peper's haartje opgepakt, hier ligt nog zo'n medikit. Die heb je wel echt nodig gewoon. Granaat! Oh my god, hij staat... Ah, gooit hem terug. Lekker bezig, jongen. Dwars door de loopgraven heen, want we moeten bij die bunkers zien te komen, maar... Ik zie je voetjes. Dankjewel, jongen. Ik ren door. Oei, 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 oei. Special abilities. Zeusman. Zeusman, die hoort bij me. Dus die kan ook wel zijn ding doen. Even een snipertje gepakt. Dankjewel. Ik ga niet doorrennen natuurlijk. Woi, yo, die is uitgeschakeld. Yo! Dit is gekke werk, joh. Oké, 5 bunkers moeten we clearen, jongens. 5. Niet de granaten mogen gooien, vriend. Hop, 5 kogels erin. Er zit nog ergens eentje. Oh, daar komt er nog een. Yo! We zijn bij de bunker. Ik moet heel even kijken of ik een wapentje... Kijk, dankjewel. Een wapentje van hun kan krijgen. Want die hele bunker zit vol. En dan ga ik natuurlijk niet met mijn sniper in. Smokey op hun bak is gegooid. Zien ze helemaal niks meer. Dan gaan we via de andere kant naar binnen. Zeusman, waar staat hij? Oh, hier! Zeusman! Zo! Oké, dat is nummer 1. Op naar de volgende bunker. Let's go, Zeus. You hurt? We got you. Lukt die? Wait, zo! Ik ga een granaat hierin gooien, hoor. Er zit daar. Yo! Oh, daar staan ze, zag je ze? Zit er achter dat muurtje? Zit er, ja, zit er nog één op. Zit er nog één op. Ik schiet eerst hem af voordat ik verder naar... Dat was hem. Daar waren ze. Alright, let's go. Naar binnen. Zit er nog één daar. Ik had je al gezien. Pak hem. Lekker jongen. Nog één. Die bunkers zitten vol, jong. Dit is de tweede bunker. Leeft hij nog? Hij leeft nog. Hij is nu neer. Alsjeblieft. Dat is nummer 2. This one's clear. Let's move. Ik hoor ze, ja. Hij gooit een granaat. Uh-oh. Dat vind ik niet leuk voor je, vriend. Nog, kijk uit! Onze squad die gooit de hele tijd de granaten terug. Maar ze moeten natuurlijk wel oppassen dat ik daar ook nog ergens sta. Vlammenwerper, er zit een vlammenwerper in. Kijk uit hoor. Ik gooi eerst de granaten binnen voordat ik verder ga, want... I'm going in! Wacht, oké, nice, daar waren ze. Wat? Ik neem die vlammenwerper mee ook. Kom maar. Zo. Dankjewel.
Kijk heel veel snel of hier nog, want ik ben die flamethrower zo weer leeg. Ik heb die hele bunker ermee uitgekleerd. Zo, even wat kogels opgepakt. Gaan we naar boven? Ammo, thank you. Zo, hij heeft mijn ammo erbij gevuld. Dan kunnen we hier weer weg. Kijk uit, jongens. Gekken, die komen gewoon in onze rug, joh. Zo, dankjewel, vriend. Ik ga meteen weer even mijn ammo erbij vullen. Dan loop ik namelijk even terug. Dan neem ik dit PPS haartje ook nog eens mee. Dan heb ik tenminste twee goede wapens om ze allemaal mee uit te moorden. Maar we hebben nog meer bunkers te clearen. Kijk uit hoor, jongens. Yo, ik gooi granaat naar binnen. Jeez. Je weet ook gewoon niet op wie je moet schieten soms, joh. Dat is niet normaal. Twee zijn ook weer neer. Ze zaten met een mortar te schieten. Ik zie je. Ik had je al gezien. Zijn er nog meer? Ja, daar. Goed bezig hoor, jongens. Ik hoor er links nog eentje, of niet? Hij is clear. Hij is clear. Daniels, you and Zuspe clear the last bunker. Rally at the top of the bluff. And for fuck's sakes, don't get yourselves killed. Yo! Oké, we gaan naar de deur breachen. Hierachter zit nog een nieuwe bunker. Alright, zet nog niemand. One more. We got this, Daniel. I have a first aid kit. Oh, je zit ook bovenop, joh. Ik had ze nog helemaal niet gezien. Zit er nog één bovenop, ik zie hem. Down. We moeten proberen om naar voren te pushen. Okay, let's go. Here we go. Oh, jeez. Ik wist dat er nog iemand zat, hè. Help. Oh my god, bro. Je staat me gewoon op te wachten hier, oh. Thanks. Woi, yo, woi, yo, woi, yo. Daarvoor heb je een team. Kijk, ah. Uh-oh. Woi, yo, woi, yo, woi, yo. Wat een gekke ouwe is dit. Niet doen. Nu ben je zelf de lul. Nu ben je zelf de lul. Sla hem neer. Yo, ouwe. Hij heeft het. Hoe gaat ie? 12 o'clock. Uh-oh. Come here, buddy. I can't walk. Oh, shit. Get me the fuck out of here. Hoi. We worden gewoon nog steeds verschoten, hè. CCP. Yes. On your left. Dit is niet normaal hoor. Ik ben hem nu aan het slepen, maar die Duitsers blijven ons aanvallen, joh. Lukt het nog? We gotta take cover. Snel eroverheen. Hij heeft dat mes midden in zijn buik gekregen, hè? How many? Too many. Geen ammo meer. We're clear. Come on. You call that fucking clear? Je kan niet hier clear zijn. Sorry hoor. Oi, yo. I'm losing too much blood. Hang in there. Kunnen ze ons, zijn ons niet even koffer of zo, joh? Ga hier liggen. Blijf hier liggen. Let op je hoofd houden. Keep your head down. Uh-oh. They keep coming! Oké, ik heb ze. Watch out! Oh! Dankjewel dat jij ook nog een wapen hebt! Let's move! Lukt die nog?
Zijn hele buik ligt open, joh. We gotta move. I got you. Fuck! We can get down here. I got you. Ze blijven naar ons toe komen, jongen. Via alle, maar ik heb alle kanten. Oh man, I'm bleeding out. Just keep pressure on it. Almost there. Come on up here. Yo. Worden geholpen, worden geholpen. Schiet ze af, dank je. Oké, we zijn er. Oké, stay with me. Medic! I need morphine. You gotta hang on. Those girls in Paris are waiting for you. Really? Of course they are. How about another look at your girl? You kidding me? That's okay. I can't see shit. I'm just gonna rest right here. No. You have to stay awake. Hey! Daniels! I'm here. Help me. I need a goddamn medic! Je bent niet de enige. Oh, daar is die. I got this! Go! We'll take care of him. I need you with me, Daniels. Listen up! There's a GPF cannon by the farmhouse up the road. It's tearing up the beach. Let's move! We'll come back for you. Check your ammo and grenades. Yo! You heard him! Off the road now! Move it up! I need more ammo, sir. Heads up, Daniels. Yo, dank je! Had een ammo pakketje voor me. Altijd handig. Oké, we moeten naar boven gaan. Dat is nu ons doel om de artillery bij de boerderij kapot te maken. Zo! Eentje is neer. Ik ga een granaat gooien. 1, 2, gooi hem. Ik zag er daar nog een boven zitten. Ik weet niet waar die nu naartoe is, maar we moeten hier weg in ieder geval. Hier zitten we keihard gepind. Zo! Ze zitten overal, hè. Ze zitten overal. Er zit er ook nog een daarin boven nog steeds. Die moet neer. Die daarboven moet neer, jongens. Die hebben een schot gaan lopen, gek. Hij is neer. Crouch inbound. Gassen! Can't let them retake the cannon. Hold the position. Oké, ik moet naar boven toe. Ik ga naar boven toe, dan ga ik achter de machine gun zitten. Zit er hier nog iemand? Yo! Ja, we gaan erachter. Oh, daar komen ze! Zo! Ik moet reloaden, help! Ze moeten me kofferen. Wat een gekke werk is dit, joh. Weet je hoeveel er daar zitten, joh? Ik moet eerst een granaat gooien, hoor. Weet je wat? We halen hem er vanaf ook. Ik neem dat ding mee. Hij is nu van mij. We kunnen hem daar wel op laten hangen, maar daar hebben we natuurlijk ook helemaal geen reet aan. Dit zijn toch veel te veel, jongens! Dit gaat nooit lukken, hoor. Wow, ze zitten recht in ons veld nu. Oh, daar komen onze mannetjes aan. We worden geholpen nu. Dat werd wel stijt, jongens. Zo. We zaten keihard gepind daar, hoor. Yes. Bommetje erop.
Hij ziet ook echt in zijn helm liggen. Wat een baas, ouwe. Fire the hole! Oké, rennen! Zo, hoppatee, kapoetos. Good work, Daniels. Alright, fellas, rally on me to the assembly point. Let's go. Got you covered, private. Yo, thanks. Ik heb nu gewoon die MG ook. Ja, ik heb hem daar nu gedropt. Ik heb hem gewoon meegenomen, dat ding hoor. Gaat die nog goed? Daniels. Man, I thought I'd seen everything. He gonna be alright? Yeah. He taped him up pretty good. Should have stayed on the boat. Well, now he tells us. Hey, what you did back there, I owe you. I'd say we're even. We'll see this through. To the end? To the end. Beachhead secured. We'll bivouac at the second hedgerow after the ridge. Welcome to the Bloody First. You're a long way from Texas, farm boy. None of us could have prepared for that. But you came through when it counted. Thanks, sir. You'll be all right, son. Thank you. Yes, sir. Of course, I will. Wow. Wow. I don't know who the hell decided this was the best way to retake Europe, but I'll guarantee you one thing. They weren't on the beach with us this morning. Dat was, wow. Dat is het eerste wat ik erop te zeggen heb. Dat was de D-Day, jongens. Ik hoop dat jullie deze video vet vonden. Dit was de allereerste missie. We gaan natuurlijk morgen meteen weer verder met de volgende missie. Dus allemaal heel erg bedankt voor het kijken. Allemaal heel erg bedankt voor de support. Dit was echt letterlijk insane gewoon. En de game ziet er ook verschrikkelijk vet uit. Verschrikkelijk mooi uit. En vooral de cutscenes die... perfect gewoon. Dus we gaan volgende keer gewoon weer verder waar we gebleven waren met de volgende missie. Dus als je het leuk hebt gevonden, ramp die like op. Bedankt allemaal voor het kijken. En hopelijk ook weer, zoals altijd, tot de volgende keer. Bye bye mensen.